gaan we allemaal doen deze zomer? Ik ga nog een weekje weg. Even lekker naar Spanje. Het mooie weer. Maar ja, achteraf had dat niet gehoeven natuurlijk. Het is hier net Spanje. En na de vakantie? Dan ga ik weer bezig met mijn nieuwe album. Wat we toch proberen het einde van het jaar uit te brengen. Dus dan moet ik de studio weer in. Hoe ver ben je ermee? Bijna klaar. Nog 2 of 3 nummers en dan is het zover. Ja, van alles en nog wat. Wat uptempo nummers, wat vrolijke nummers, ballads. Dus eigenlijk een aantal liedjes uit het leven gegrepen. En ja, Nederlandse nummers. Nou, we probeerden nog een nieuwe single dan van het album af te halen. En nog een leuke clip erbij. Dus dan kan dat ook weer veelvuldig op TV Oranje gedraaid worden. En hoe zit het met de fans? Ja, er komen steeds meer bij. Onze fanclub telt nu iets van 110 leden, dus ik mag echt niet mopperen. En beantwoord je al je fanmail zelf? Ja, als de fanmail binnenkomt, dan probeer ik zoveel mogelijk zelf te doen. Dat is ook het leukste natuurlijk. Ja, wat is nou het meest bizarre mailtje wat je wel eens van een fan hebt gehad? Ja, eigenlijk alleen maar leuke dingen. Ja, nou een heel klein jongetje die toch jouw blik zegt mij al genoeg heel erg leuk vond. Want dat ging over een kroeg en over een man die op de bank ligt. Dus dat is wel heel bijzonder. Ik geloof dat het kind 5 jaar was of zo. En wat doe je er nou mee? Doe je dan iets speciaals? Ja, dan stuur ik een singeltje op en een fotootje en even een handtekening met een knuffel voor de kleine. En dan zijn ze helemaal blij. Ja, weet wat je zegt, hè? Want na vandaag moet je iedereen zo meteen een knuffel toesturen. Ja, maakt me niet uit. Maakt me niet uit. En Lisa, wat is je website eigenlijk? www.lisasantanera.nl